het zover. De tweede editie van de Groninger Museumnacht. Vijf Groninger musea openen vanavond hun deuren voor het publiek. Naast de vaste tentoonstellingen zijn er allerlei extra activiteiten zoals dans, muziek, theater, rondleidingen en workshops. Dat wordt moeilijk kiezen. Goedenavond. Hallo. Welkom. Heeft u een ticket? We zijn hier vanaf 7 uur bezig met een raamschildering te maken. En we hebben ons een beetje geïnspireerd op de ploeg, omdat hier een grote ploegoverzichtstentoonstelling is. En om 7 uur stonden hier de eerste kinderen al te popelen. En in een mum van tijd stond er ook echt van alles op het raam, dus het is heel erg leuk. En ik denk dat het heel mooi wordt. Hoe heet jij? Niklas. En wat heb je hier gemaakt? Nou, we hebben hier een beetje op het raam geschilderd. En wat heb jij gemaakt? Ik heb de boom met dat geel en dat groen gemaakt. Plus de ladder van de boom en het boomhut. En het oranje-rode stuk van de boomhut. Ik sta hier met Lynn, organisatrice van Groninger Museumnacht. De tweede editie is het alweer. Wat kunnen de bezoekers verwachten? Nou, vooral hele mooie musea, hele leuke workshops. Het is eigenlijk een beetje de bedoeling. Elk museum kan zichzelf vandaag laten zien als een soort van aftrap voor het nieuwe culturele seizoen. Er is al heel lang sprake van een expositie van Hella en mij in het Groninger Museum. Nu is het zover. Hella en Freek, het volle leven. Ik heb gehoord dat jullie volgende week naar het Groninger Museum toe verhuizen. Is jullie huis te klein geworden? Nou, het huis is leeg. De voorbije week waren wij dagelijks aanwezig bij de opbouw. We hebben de afgelopen maanden letterlijk alles uit de kast gehaald en zetten dat nu voor het grootste gedeelte weer terug. In de kast, of liever in de wand. Dit gebouw is dus een krankzinnig gebouw. Daar kan je eigenlijk, dus als je beelden maakt, moeilijk exposeren. En ja, het is heel uitdagend. En wat wij wilden hiermee is het vervreemdend maken. Ook het gebruik van dit gebouw. En het gebouw vind ik nu heel mooi. Ja, het gebouw heeft gedicteerd, heeft de inrichting gedicteerd. Als je goed kijkt naar die boekenwand. Je ziet het nu bijna niet meer, maar dat is gewoon de muur. En daar passen die boeken in. En als soort commentaar daarop hebben we vervolgens de lege kasten op die Schotse en scheve manier tegen die wand gezet. S'avonds in het museum te zijn? Heel erg leuk. Ja, heel verrassend. Leuke sfeer, leuke mensen, leuke dingen, leuke muziek. Dus heel erg leuk. Is het anders dan als je overdag naar het museum gaat? Het is voornamelijk ook drukker. En de muziek en de hele entourage is natuurlijk heel erg leuk, heel erg gezellig. En er zijn heel veel activiteiten georganiseerd. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. We hebben veel muziek, we hebben workshops, poëzie. Bijvoorbeeld hier vanavond hebben we Jack and the Weatherman. Dat is een hele leuke band. En in het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan je een spoedcursus Gronings volgen. Voor in het nachtleven. En zo heeft ieder museum eigenlijk zijn eigen programma bedacht. En dat is ook helemaal los van elkaar bedacht. En dat hebben we nu samen gebracht in één museumnacht. Hoe is het om DJ te zijn van een silent disco? Ja, het is wel even apart hoor, het is wel even wennen, want ja, nu hoor je natuurlijk niks en je ziet mensen wel dansen. En mijn grootste valkuil is dat ik zelf wel meezing en dat is dan wel een beetje gênant nu. Maar... Oeh, dat willen we wel eens even horen. Gelukkig heb dit nummer geen tekst. Na na na! Oh! Thank you.
We hoorden een van de medewerkers de afgelopen week tegen een collega fluisteren: er schijnt toch wel structuur in te zitten. Wat ik me heel goed voor kon stellen, kijkend naar de chaos van kleding, meubilair, boeken, platen en schilderijen die door onze medewerkers schijnbaar zonder plan van hot naar her werden gesjouwd. Hier, nou ja, zie je nog wat van die poppen, die moeten allemaal naar boven. Hier langs deze muur. Hella, waar ben jij? Waar is Hella? Ben je er al? Ja. Oké. Nou ja, hier staan de poppen die naar boven moeten. En hier langs deze wand komt keramisch en bronswerk. Uitgelegd. Heb je al uitgelegd over die brug? Ik heb de brug uitgelegd. Oh, dat heb je al gedaan. We hebben dus een theaterzaal met daar een ledjescherm waar dus 2,5 uur van wat ik de afgelopen jaren op het toneel heb gedaan wordt gevroond. We hebben een aardbevingsruimte waarin een soort aardbevingsexperience plaatsvindt. En hierboven hebben we nog een loopbrug met een enorme optocht. Dus ja, we hebben heel veel te laten zien. En ik begreep dat jullie ook nog een actie doen voor de gedupeerden van het aardbevingsgebied. Ja, nou, die kunnen met hun speciale spullen komen. Die, dat zijn spullen. Ja, dat zijn spullen. Dat zijn spullen van de schoorsteenmantel zijn gevallen of van uit het plafond zijn gevallen. En die stellen we dan tentoon bij de schaalfabriek. Waar zijn jullie van? Wij zijn van Popcorn Estrellas. Okay. En was het een soort openbare repetitie? Of, want ik zag de dirigent nog wel eens de boel onderbreken. Ik denk dat dat een soundcheck was. Oh, dat was de soundcheck, ja. Het klonk wel mooi. Hebben jullie dit speciaal gerepeteerd voor vanavond? Nee, dat is ons gebruikelijke repertoire. Okay. En hoe is het om op de museumnacht op te treden? Ja, bijzonder. Het is lekker druk. Ja. Ga je zelf ook nog wat zien? Zeker, we waren onderweg naar het grid.